Hoeveel kinderen zijn nu zeg maar ongeveer actief? 110. Nou, we hadden bij vooropgesteld gezegd van 150 is het maximum. Ze moeten hier inderdaad wonen of hier op school zitten. Of familie van kinderen die hier wonen of op school zitten. Want we hebben er ook een paar van die hier toevallig logeren. Die doen dan ook mee. Goed, naast het bouwen van de hutten kunnen ze zich vermaken met knutseltjes, met de springkussens, voetbalveldje, schaken. We gaan nog van de week even kijken, de brandweer die komt nog langs met een interactieve wagen. We krijgen nog een klimtoren. Er wordt nog een playbackshow georganiseerd. Dat soort dingetjes moet je aan denken. Die kinderen die kan je nooit een dag op een hut laten concentreren. Je moet ze wat andere vermaken daarnaast geven. Ja. Je hebt nu voor gekozen voor 3 dagen. Ja. Dat is bewust, neem ik aan. Ja, overzichtelijker. Je moet ook overal weer vrijwilligers voor hebben. En wij hebben nog geen groot vrijwilligersbestand, want dit is de eerste keer. Dus ja. Rustig gaan opstarten. Ja. Eerste dag is nu voorbij. 4 uur. De meeste kinderen gaan nu een beetje naar huiswaarts. Hoe kijk je terug de eerste dag? Ik denk dat hij volgens mij erg geslaagd is. We hebben geen wanklanken gehad. De pechgevalletjes die waren zeer overzichtelijk. Een splintertje hier en een slag op de duim daar. Dat is redelijk te doen, zeg maar. En prachtig weer, hè? We hebben nog een heerlijk groot watergevecht gehouden met z'n allen hier vanmiddag. Het is een heel erg leuke dag geweest. Wij gaan het sowieso weer organiseren volgend jaar, maar het zal alleen niet op deze plek zijn. De Deen die gaat eind dit jaar beginnen hier met bouwen. Dus dan is deze grond is vergeven. Nou ja, er ligt hier genoeg bouwgrond, dus er zal ergens nog wel een stukje voor ons beschikbaar zijn. Ik vind de Bangert en Oosterpolder best wel dorps. Dus als ik dat vergelijk met andere wijken in Hoorn, dan is er eigenlijk... Misschien dat Blokker het een beetje heeft. Zwaag heeft het absoluut. Maar een hele hoop andere wijken zijn niet te vergelijken met de Bangert en Oosterpolder.